Ik denk dat het is bewezen dat VR hoeft dus niet altijd de stuip op het lijf te jagen. En dat gaan we hier vanavond aan de lijve ondervinden. Wij hebben namelijk in onze kelder een VR-parcours geïnstalleerd. Sarah? Ja? Ik ga u vragen om naar onze VR-kelder te gaan, waar jij een heel ontspannende boswandeling mag maken. Zitten daar spinnen in het bos? Dat kan ik niet beloven, maar de bedoeling is dat je ontspant en je geniet. En op het einde van het bospad staat een schaapje op jou te wachten en dan mag je aaien. Dus ik zou zeggen, ga maar naar de VR-kelder en geniet ervan. Ja. Oké. Okay. Sarah gaat nu zogezegd een rustige wandeling in een virtueel bos maken. Maar wat we eigenlijk willen testen is of ze dankzij VR ook op grote hoogte zorgeloos zou kunnen rondwandelen. Wars van haar gruwelijke hoogtevrees. En daarom laten we haar niet op de begane grond een boswandeling maken met de VR, maar zonder dat ze het zelf weet, op 8 meter hoogte op een technische loopbrug van de aanpalende studio. Nu, kijk maar eens even mee. Oh, fuck dat. Geen zorgen, want mocht ze vallen, dan is er nog altijd onze watertank om haar op te vangen. Oké. Okay. Ik heb te horen gekregen dat Sarah ter plekke is. Ja? Oh, fuck, dat is raar. Sarah, kan je ons horen in de kelder? Ja? Kijk maar eens rond. Wat zie je juist? Ik sta in een bos. Huh? Nee, dat is raar. Zie je nog iets, Sarah? Ja, een zonnig bos. Oeh, een varkens. Een varken en een schaap. Ruik je de geur van het dennen al? Wacht, hè. Mijn neus is een beetje verstopt. Ja? Ja, en ik hoor vogeltjes vliegen. En de zon schijnt. Zo raar, ik een paal voel die ik niet zie. Maar is de bedoeling dat ik naar voren ga? Ja. Ga maar op het schaap af. Hallo. Ik moet wel op. Ik moet wel over een beekje, want er is hier water. Kan dat? Oké, okay, spring maar over het beekje. Oh, ik zie mijn been niet, dat is heel ingewikkeld. Oké, okay, aai nu het schaap, Sarah, aaien. Een pol door. Oei. En hoe voelt het, Sarah? Ja, toch niet volledig. Lekker schaap. Zo warm. Oké, okay, perfect gedaan, Sarah. Je krijgt een applaus van ons publiek voor je terugkomt. Neem nog afscheid van het schaap en van Paul Doren. Dus normaal zouden ze dan op zo'n hoogte echt niet... Nee. Oké. Okay. Hey. Prachtige ervaring. Mooi. Ja. Mooi bos. Mooi, lekkere bosgeur ook. Ja, fantastische ervaring. Ja. Ja. Nu, Sarah, heb ik het u vandaag al gevraagd, of niet, ik weet het niet meer, maar heb jij hoogtevrees? Ja, tuurlijk. Ja? Wel, het tegendeel lijkt waar. Kijk maar eens heel even mee. Wat is het jaar, kelder? Ja. Voilà. Hier sta je klaar om naar onze VR-kelder te gaan. Dat zijn twee. Maar daar ging je niet naartoe. Terwijl jij in de virtuele realiteit rondliep in een sfeervol bos, stond je eigenlijk meters hoog in de nok van de naburige studio. Voilà, hier zien we beginnen aan de wandeling. Kom wel over een beekje, want er is hier water. Voilà, hier maak je de sprong in de nok van een dak over een beek. Dat is op 8 meter hoogte, een rivier van 10 centimeter diep. En op het einde van de wandeling heb je een schaap. Je hebt nu net gezien dat je zo hoog in een dak stond. Heb je nu posttraumatische hoogtevrees? Hoe voelt dat nu? Nee. Ik heb niets van die ervaring kunnen meepikken, want in mijn ogen zat ik in een prachtig bos met een schaap. Ik heb goed nieuws. Je krijgt het schaap mee naar huis. Applaus voor Sarah!